Dit zijn ze van 20 minuten of langer. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 11 kilometer en een half uur. Vertraging. De A6 Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad 7 kilometer en 3 kwartier. En op de A50 Zolle-Apeldoorn bij Heerde-Zuid. Daar kom je in 11 kilometer met 3 kwartier. En flitsers staan op de A12 richting Zoetermeer bij 19,7. Ook op de A12, maar dan richting Arnhem bij 116,5. En op de A27 richting Breda staan ze bij 13,8. Druilerige weekend, maar eens even vieren, toch? Zo is dat. Muziek onderweg van Daft Punk, One More Time naar Metro Boomin en The Weeknd. Dit is Creepin'. Deze kant op, via de Cue Music. Ik zag bijvoorbeeld Danny, die vroeg Tattoo al aan van Loreen. Gaan we zo meteen even draaien. Tattoo. Want die derde helft, die rok je goed. Tatoeage. Kijk je op je lijstje, mis je toch weer bang. Wil je naar je biertje, zie je dan lekker. Metro en Bram, Bram, is je weekend weer goed. Met Tom en Bram, Bram, is toch niets wat je moet. Met Tom en Bram, Bram, is toch weekend weer goed. Met Tom en muziek van Justin Bieber, Ghost, zo op Q na Ed Sheeran. Zomer, top 1000. Good morning. We're glad you're with us today. I'm Claire Huddleston. This is Now at 11. Well, breaking this morning, the state of Alabama carried out its first execution since that intense review of the state's execution process. James Barber was put to death this morning for the 2001 beating death of a 75-year-old woman in Madison County. Barber's attorneys worked all night to stop the execution, claiming